En Marleen Lam is van Theater het Voorhuis. Goedemorgen. Goedemorgen. Allerbeste theaterwensen, natuurlijk, ook voor jou. Dank, dank. Ja, we blijven ook tot de lang blijven we dat zeggen. Ik tot, uh, mee. tot half maart of zo. Half maart. <laughs> nee, okay. 10 januari dacht ik officieel. Oh ja? Ik oh, heb oh, ook 15 januari ja. gehoord, ik weet het allemaal niet. Oh, nou, ik wilde eigenlijk ik, gewoon vandaag stoppen. Want vandaag is mijn eerste werkdag. Dan denk ik, hoef ik niet iedereen te zoenen vandaag. Ja, daarom. Ja. Dat heb je heel slim gedaan. Want het ja, was hier ook. weer, Iedereen wilde me natuurlijk zoenen. Ja, oh, eindelijk. Echt kan ook. Ja. Ja, ik ook. Eén moment kwam ik van van thuis. Zei ze van, is het weer zo ben je zo vreemd gegaan, zei de vrouw nog. Ja, overal zat het lippenstift. Ja, overal. Zelfs van Mark. Zelfs van mij. Maar Maar We gaan even naar de Best of Britain. Ja, morgenavond, Best of Britain. Uh, we hebben ze ieder jaar. Ja. Dus de ene jaar hebben we Motor West Coast, ander jaar Best of Britain. Met dezelfde ploeg. Ja. Uh, met Siep van de ploeg. Ja. Hartstikke leuk. De uh, hele ploeg heeft hij bij elkaar. Heeft weer. Ze zijn er al vanaf maandag, want ze komen bij ons altijd bouwen en hmm. repeteren. Wij hebben ook de allereerste try-out. En waarom zijn ze hier dan eventjes langs geweest? Ja. ja. Nou, het zijn bijna een soort huisgasten. Ja, dat is waar. Ja, ik zie uh, ja. ja. hem in wel, ja. Mooi bandje erachter trouwens. Rob Stender ja. staat er ook op bij, zie ik. Rechts. Echt? Ja het <laughs> oh, is niks Ja. maar dit ja. loopt ook gewoon als een tierenlied. We hebben geloof ik nog twintig kaartjes, vooral op het balkon. Dus als ja. mensen dan naast elkaar willen zitten, uh, wees er snel bij, want elk jaar is gewoon uh, uitverkocht bij ons. Ja, Maarten Peters, Edward Rekers van Kayak uh, zijn uh, onder andere Klopt. ook uh, de, de zangers en van de Mercier reclame, hè? Ja. Wat zingen ze eigenlijk? Uh, de Beatles. Ja, maar van Engeland. Nee, nou, je gelooft het niet. Nee, maar echt van de Beatles tot uh, Coldplay, alles ertussenin. Uh, uh, alles wat invloedrijk uit uit, uit groot brittannië ja. komt. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Dus ook weer de Beatles dan waarschijnlijk. Ja, ja. ja maar goed, dan weten ze nu inmiddels toch hoe dat moet. Ja, dat maar dat dat ik een beetje, euh, eigenlijk moet dat gewoon de standaard. Ja, dat zal ja. tot het laatst bewaard worden van. Oh, en we hebben deze ook nog. Weet je? Misschien ja. een liedje uh, of zo. Ja, dan. Uh, Gavier Goedsman. Uh? Uh, vrijdag komt Gabier Guzman. Ja, leuk, uh, Dus ze negen avond van de voorstelling alweer. Mm. Nou ja, voor de, de reprise uh, toch ook. Een reprise, ja, wij ja. hebben deze nog niet gehad. Dus voor ons is hij nieuw. Maar ja. hij is vorig seizoen al met. Uh, deze voorstelling in het uh, theater geweest in de ja. theaters geweest ja, ja. en wegens het succes een verlenging ja nee, jij bent wel zeer ja. heel, heel leuk hè ik vind hem wel leuk ja ja, ja hij is wel heel erg uh, hard soms en heel erg in your face. maar ja dat zijn de cabaretiers tegenwoordig ja. hè? hij is toch die zo verslaafd was weet oh. je ja ja. ja ja dat zou ik ja. niet durven zeggen maar maar dan gaat hij ook over vertellen hij ja. gaat ook vertellen over de dingen die hij heeft meegemaakt en inderdaad hij is, uh, volgens mij een alcoholverslaving heeft hij gehad en drugs ook volgens mij had hij, toen een keertje, had hij al een keer een show gemaakt. Oh, dat is deze, denk ik. Omdat het natuurlijk een reprise is, maar voor jou nieuw. Ja. Ik denk dat ik deze show gezien heb. Mm -hmm. ja. Hij kijkt terug op zijn grillige leven en zijn stormachtige carrière. Dus ik ga er vanuit alles, alle problemen die ja. hij heeft gehad ook gewoon aan bod komen. Ja. Het is ja. zo'n drie luiken ja. uh, over zijn leven. Dus dit ja. is de oh, ja. Daarvan. Ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Leuk. Uh, reprise dus. Die is te zien wanneer? Aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag. Wat heb je nog meer? Zaterdag uitverkocht hebben Nienke Plas. Nou, dat hoef je dan niet te, niet te zeggen, eigenlijk. Dat hoef je niet hè? te zeggen, maar ja, over René van Bavel hoef ik ook niet zoveel te vertellen. Maar Die Nienke Plas eventjes, hè? wat gaat ja. Nienke Plas doen? Want het is natuurlijk een YouTube-achtige Instagram. Ja, dus, ik durf het je niet te zeggen. Nee Allereerste theatervoorstelling. Als u Alle eerste op zou... wie de kaartjes kopen. Is, zou ja. dat vooral uh, jongeren zijn? Ja. Of is dat van. Ja, alles? Dat, is, dat zijn vooral. vooral jongeren. Jongeren. Ja, natuurlijk ja, 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 nemen ze gewoon ouders mee, et cetera. Maar dit. Ja, valt echt onder de jeugd. Uh, daar past dit bij. Ik had ja. uh, Huisvrouwen bestaan in twee gezien. Dan zit zij. Nee, nee, niet Huisvrouwen bestaan in twee. Uh, nog slechtere film: Fok de Liefde, geloof ik. Daar zit zij in. En uh, ja, als actrice moet ze, daar moet ze dan maar niet meer doen. Ja, maar ze staat nu echt als zichzelf. Ja. Um, ik ga ook kijken. Het is voor mij ook nieuw. Een, een vlogger in het theater. En dat is echt een trend van dit seizoen ook. Ja, ja. Uh, van hoe doet zo iemand dat? En we hebben het ook eerder over Fred van Leer gehad. Ja, uh, die, die ja maar ben dat ook snap ik nog wel. Want die, geeft nog... Ja, maar die is nog ooit begonnen als stylist. Weet je. Die, is, ja. die, 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 die kan vrouwen tips geven en kleedadvies en dat soort dingen. Dat snap ik dan nog wel. Maar wat denk je? Ja, Hooguitje, ze, hartstikke hartstikke al. ze is hartstikke populair. Ze is hartstikke leuk qua persoonlijkheid. Dus ze gaat waarschijnlijk gewoon uh, verhalen vertellen, dingetjes laten zien. En een prijswinnaar, gewoon ook. ster online. Online Videoserie Award, Televisie Ster Talent Award, de hashtag Awards van 2017. Dus uh, dat geeft wel ja. aan dat het heel erg populair is en als ik de foto's zo zie, dan denk ik van, je van. Snap in de het wel. We gaan het gewoon <laughs> meemaken. Zijn er nog kaartjes? Nee, hè? Het is uitverkocht. Uh, nee, het is uitverkocht. Ja. Ik heb nog wel kaart voor René van Baven, maar dat zei ik al, ja. ik zie twee weken geleden geweest, het dus over niks mooi, hè? te zeggen. Nee, hartstikke mooi ook. Wat een leuke dame ook. hè? Ja ja, ja. ze had even, even, even een beetje moeite om op gang te komen, maar in één keer uh, viel bij haar het muntje en uh, had ze het reuze naar de zin. Uh, ja, even van baanvol. Ja. Oh, ik was er zeker niet Twee bij. weken nee. geleden? Nee, oh. je was er niet bij. Nou, dat was het uh, leuk natuurlijk. <laughs> maar zij zingt uh, zondagmiddag liedjes van uh, Herman van Veen. Ja, ah, Mensenkind. Oh, Mensenkind, ja. Ja, ja, ja. En dan hebben we ook nog een, uh, dezelfde dag een docentenconcert uh, van het Cultuurbedrijf. Ja, dat lijkt me Onze echt docenten. heel leuk. En die komen in het Museumkerkje op Schokland. Dat doen ze elk jaar eigenlijk. Ja, allemaal Dan docenten. ga je eerst naar Schokland, naar ja. het docentenconcert. En dan ga je daarna lekker naar René van van het theater. Ja, nou, leuk. dan heb je toch een perfecte zondag. Zijn het deze docenten heel. die we hier zien ook op de ja. foto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Ja. Dat is een, een twee, massie, denk ik. Er worden twee concerten gegeven op de zondag. Dus ja. om elf uur en om twee uur. En dat doen ze ieder jaar. Dat is een soort van traditie geworden binnen het cultuurbedrijf... waar het theater natuurlijk deel van mm -hmm. uitmaakt. Ja, ja. oké. Okay. Duidelijk. Ja, Marleen Lam? Dat was het overzicht. Ik zit trouwens ja, even op de week. site van Nienke Plas te kijken naar haar ja. agenda. Al haar voorstellingen zijn uitverkocht. Ja, overal, ja. ja. Echt. Het waar net komt met van Leer. Ineens oh, alles vandaan? Uitvallen. Waar komt zij ineens vandaan? Online, ja, YouTube. Zullen wij ook eens online ons radioprogramma gaan doen? En nou, dan kijken of we nog populairder kunnen worden? Laten we dat proberen.